Welkom bij de rubriek De Stille Krachten van DVS TV. Honderdduizenden vrijwilligers zijn actief in de sportwereld. En daarvan zijn er enkele honderden, precies zijn ruim 300 actief binnen onze mooie vereniging DVS 33 Ermelo. In deze rubriek zoomen we in op de achtergronden van deze stille krachten. Vandaar de naam De Stille Krachten en het gaat om de mens achter de vrijwilliger. Net bij elke andere sportvereniging zijn ook de vrijwilligers binnen DVS de basis van heel veel activiteiten. Je zou ze het kapitaal, de smeerolie, het cement, in ieder geval de pijlers van de vereniging kunnen noemen. En dat is dus uitermate waardevol. Zonder hen kan de vereniging niet draaien. Het wordt dus een rondje langs vele vrijwilligers binnen DVS 33. En mocht de kijker na het zien van de beelden interesse hebben om zelf vrijwilligerstaak te vervullen, dan verwijs ik graag naar de website Vacaturebank. En hartelijk welkom. Vandaag de gast als stille kracht, Tom de Vries. Tom, wat doe je zo binnen DVS? Het laatste jaar zijn we heel erg veel bezig geweest met systemen te implementeren voor de voetbalanalyse. We zijn bezig met het netwerk te verbeteren binnen DVS. En dan heb ik niet over netwerken met mensen, dat doen we ook wel. Maar zoals je hierachter ziet, netwerken van, om de computers aan te sluiten op een goede manier, zodat iedereen op een optimale manier kan werken. Als je nou naar je gevoel kijkt, wat geeft nou het fijnste gevoel als je kijkt naar die taken? Het fijnste gevoel is werken met de mensen. Dus dat je iets kunt doen voor een vereniging, voor een organisatie waar mensen profijt van kunnen hebben en hun eigen werk beter kunnen doen. Waar mogen we trots op zijn? Op heel veel dingen. Want er gaan ook wel eens dingen verkeerd en daar hoor je altijd heel veel mensen over. Maar er gaan ook heel veel dingen goed binnen de vereniging. En dat merk je wat, of dat hoor je wat minder vaak. Wat gaat er bijvoorbeeld goed binnen de vereniging? De doorontwikkeling van heel veel zaken gaat gewoon goed. We staan niet stil, we gaan vooruit. Waar kun je mij s'nachts voor wakker maken? Goede muziek kunnen we wel voor wakker maken. Wat is goede muziek? Nou, we hebben toevallig net in de kantine even staan luisteren naar Adele. Vind ik mooi, maar ik vind heel veel muziek mooi, maar dat is wel weer iets wat ik echt heel mooi vind. Het is alleen jammer dat je daar dan weer zoveel geld voor moet gaan betalen om zo'n concert te kunnen zien. Maar dat vind ik wel mooi, ja. Stel, je gaat voor een maand naar een onbewoond eiland. En je mag één persoon meenemen, maar het mag niet je partner zijn. Niet mijn partner. Wie neem je daar mee en waarom? Het is lastig kiezen tussen de vader en moeder, maar als ik dat als één persoon mag zien, dan neem ik mijn vader mee. En waarom? Ja, waarom? Ik had ook kunnen zeggen mijn kinderen, maar dat zijn de mensen die echt heel dichtbij me staan. Ja, daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Dat is gewoon het gevoel. Als je nu zou moeten veranderen in een dier, wat voor dier zou dat dan zijn? Een dier. Een dier. Ik weet het niet echt, maar goed, een paard waarschijnlijk. Een paard? Ja. Vanwege? Ja. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb vroeger paard gereden, misschien dat het daarom komt, ik weet het niet. Okay. Noem één ding dat mensen waarschijnlijk nog niet weten van jou. Dat ik een hele leuke vriendin heb. Ik ben wel gescheiden, maar ik heb ook een hele leuke vriendin. En dat weten niet veel mensen, maar dat is wel zo. Levensmotto. Ik denk dat ik wel van dag tot dag gewoon leef en de dingen doe die ik wil doen en kan doen. En voor de rest heb ik dat niet echt. Ik geniet van de dingen die ik kan doen en DVS bijvoorbeeld één onderdeel van, dat vind ik leuk om te doen. Favoriete maaltijd? Iets Oosters. Iets Oosters? Ja, Thais, Chinees, Japans, dat vind ik wel lekker. Wat zou je doen met een miljoen? Ik zou het misschien voor mezelf een gedeelte gebruiken, maar ik denk het belangrijkste is dat ik ook een groot gedeelte waarschijnlijk weg zou geven. En aan wie of wat weet ik dan niet, maar ik zal het niet allemaal voor mezelf gebruiken in ieder geval. Oké. Stel je voor dat je maand terug in de geschiedenis zou kunnen gaan. Naar welke eeuw en welke plaats ging je dan?
Nou, dan zou ik wel ergens naar de middeleeuwen teruggaan, denk ik. Oké, okay. En waarom? Ja, dat lijkt me wel leuk, omdat ik je meegemaakt heb, zo die periodes. En waarom juist die middeleeuwen? Ja, omdat het gewoon heel anders is dan we nu hebben. We leven nu in een hele snelle tijd met alles, maar ik zou dat ook wel eens een keer dan willen meemaken. Als je nu weer een studie zou moeten beginnen, wat zou het dan worden voor studie? Iets in de sport. Ja? Ja. Heb je de spijt van dat je nooit een sportstudie hebt opgepakt? Nee, dat niet. Maar als ik iets anders zou moeten doen, dan zou ik iets in de sport doen, ja, dat denk ik wel. Maar goed, sport in zijn algemeeniteit is binnen onze familie altijd iets geweest. En dat als ik dan een opleiding had moeten doen, dan zou ik in een andere opleiding dan ik nu gedaan heb, dan zou ik in de sport terecht zijn gekomen. Wat wordt het Ajax of Feyenoord? Ik vind gezien de ontwikkelingen op dit moment, zou ik het leuk vinden als Feyenoord het wordt. Boek of film? Film. Auto of fiets? Auto. Senioren of junioren pupillen? Junioren pupillen. Bos of water? Oeh, dat is een lastige. Bos. Dorp of stad? Dorp. Binnenland of buitenland? Ja, in een bepaalde context zou ik zeggen buitenland. Mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Nee, mannenvoetbal. Dankjewel, Tom. Graag gedaan.